Hooghout. Jonge dubbele graanjenever. Zuiver en zacht. Milde smaak. Ja, Hooghout. Jonge dubbele graanjenever. Uit Groningen. John gaat nu voor zijn derde en laatste sprong. En dat wordt spannend, want het wereldrecord staat op 2,44. En het was... Nee, het was 2,42. Nee, 2,46. 2,46 is het wereldrecord en de lat ligt nu op 2,48. Ja, en daar gaat hij op weg naar het wereldrecord op een hoogte van maar liefst 2,48. Of was het nou 2,44? Nu wordt het tijd om AD te lezen. Ik ben aannemer en daar ben ik best trots op. We hebben in Nederland namelijk prima vaklui in de bouw. En dan heb ik het niet over het grote werk, maar gewoon over een nieuwe keuken of over een leuke dakkapel. Vraag dit boekje maar eens aan. Wat elke Nederlander moet weten over aannemers. Het kost niks. Even bellen naar het NVOB. Trouwens, vindt u het gek dat ik trots ben op mijn werk? Waar de natuur is, daar is nectar. En waar nectar is, daar is honing. Honing in veel kwaliteiten. Langnese is er maar in één. De beste. You're looking sharp, you're looking good. You've come so far, and we know how to make the most of who you are. Father to son, it's what we've always done. Gillette. Het Gillette Contour Plus systeem met Lubrastrip. Beter kan een man zich niet wensen. The best of men. Energy. In 6 minuten sta je weer op scherp. Omdat je niet alleen nu goed wilt leven, maar ook na je pensioen. Delta Lloyd. Voor alles waar je zuinig op bent. Er zijn nog 4 wachtenden voor u. Na 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 na, compleet in je koffie. Na 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 na, lekker heet. Na 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 na, compleet na 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 na. Maak je koffie pas echt compleet. Completa, het lekkerste wolkje in je koffie. Toen wij wilden automatiseren, kwamen we 2 problemen tegen. Het eerste probleem was de robot op zich, maar dat hebben we zelf opgelost. En het tweede probleem was de financiering, want zo'n operatie kost het een en ander. Maar waar wij nadenken, dan kom je automatisch terecht bij de bank waar ze meedenken. Kijk, dat bedoel ik nou. De NMB denkt met u mee. Omo Vloeibaar. Het meest complete vloeibare wasmiddel. Geconcentreerd om meteen diep, diep door te werken. Om de was diep, diep schoon te maken.
omo-vloeibaar haalt het vuil diep uit de vezels. En is zacht. Echt zacht voor uw wasgoed. In omo-vloeibaar zit wasverzachter. Zo behandelt het uw wasgoed met extra zachtheid. Dieper schoon en extra zacht. Dat is omo's vloeibare kracht. Goedenavond. De Verenigde Staten weten welke groepering verantwoordelijk is voor de bomaanslag op het Pan Am-vliegtuig dat in december neerstortte op het Schotse plaatsje Lockerbie. Ook is de identiteit bekend van degenen die de bom geplaatst hebben en waar ze op dit moment verblijven. Dat meldt de Engelse krant Sunday Times. Volgens de krant zijn er plannen in voorbereiding om de daders te grijpen en ze in de Verenigde Staten voor de rechter te brengen. De krant citeert een bron van de Amerikaanse geheime dienst die zegt dat het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina algemeen commando achter de aanslag zit, waarbij 270 mensen omkwamen. Maar die organisatie heeft steeds ontkend iets met de aanslag te maken te hebben. Morgen zijn de parlementsverkiezingen in de Sovjet-Unie. Spannende verkiezingen, want voor het eerst kan er gekozen worden tussen verschillende kandidaten. En de meest spraakmakende is Boris Yeltsin, de rebel van het Kremlin. Ook vandaag, weer op de laatste dag, liet Yeltsin van zich horen. Hij riep op tot radicale democratisering van partij en samenleving. Volgens Yeltsin kan de crisis in de Sovjet-Unie alleen worden opgelost door de strijd aan te binden met de bureaucratie en de privileges van de communistische partij. Een opvatting die hij met woord en daad lijkt te verkondigen. Elders in Moskou werd vandaag voor de derde keer deze week een massale manifestatie gehouden ten gunste van Yeltsin. Tienduizenden mensen verzamelden zich op een plein vlak bij het Leninstadion. Ook daar werd geëist dat er een einde komt aan de voorrechten van de partijleden. Het parlement van Iran heeft prijsverhogingen voor consumptiegoederen afgewezen. Er wordt wel zo'n 2 miljard gulden uitgetrokken voor de wederopbouw en de defensieuitgaven worden gehalveerd, zolang er tenminste niet opnieuw een oorlog met Irak uitbreekt. Aan de vooravond van de Iraanse nieuwjaarsviering zei parlementsvoorzitter Rafsanjani: is het niet goed om de bevolking prijsverhogingen cadeau te doen. Als je vandaag de suiker in prijs verhoogt, zijn morgen snoepgoed en frisdranken duurder en alles wat er verder nog met suiker gemaakt wordt. De Franse marine heeft vandaag het zoeken naar een container met het landbouwgif lindaan hervat. Door de storm moest de zoekactie een paar dagen gestaakt worden. De Franse marine heeft een op afstand bedienbare onderzeeboot ingezet met een camera en een sonarinstallatie aan boord. Donderdag werd een blok gewapend beton gevonden op de zeebodem waarvan de Franse milieugroeperingen vrezen dat het radioactief afval bevat. De Franse regering is om uitsluitsel gevraagd. De gezochte container is afkomstig van een Indonesisch vrachtschip dat vorige week ten noordwesten van het kanaaleiland Guernsey verging. Er zit landbouwgif in, waaronder 5000 kilo lindaan. Er worden geregeld monsters genomen van het zeewater, maar er zijn nog geen sporen van het gif gevonden. In de door Israël bezette gebieden zware botsingen vandaag tussen Palestijnen en Israëlische troepen. Daarbij vonden 2 Palestijnen de dood en vielen er tenminste 34 gewonden. In Gazastad werden bovendien de lijken van 2 Palestijnen gevonden, waarvan wordt aangenomen dat ze samenwerkten met de Israëlische autoriteiten. In een groot deel van de bezette Gazastrook werd een uitgaansverbod van kracht. Op de westelijke Jordaanoever schoten Israëlische militairen met scherp en rubberkogels op Arabische demonstranten die met de Palestijnse vlaggen zwaaiden. Albanese demonstranten in de Joegoslavische provincie Kosovo hebben vandaag op de politie geschoten. Ook gooiden ze stenen op de derde, achtereenvolgende dag, vol onlusten. Duizenden etnische Albanese trokken, vernielingen aanrichtend, door de stad Uresevac. De etnische Albanese protesteren tegen de invoering van een grondwetswijziging waarmee de provincie Kosovo een groot deel van haar autonomie afstaat aan de Deelrepubliek Servië. Ook in de hoofdstad Pristina gingen ze ondanks waarschuwingen van de politie demonstranten toch weer de straat op. Met knuppels en traangas dreef de politie hen uiteen. De onrust in Kosovo is de ernstigste sinds 8 jaar.
In bijna heel Europa gaat de komende nacht de zomertijd in. Om 2 uur vannacht gaat de klok 1 uur vooruit. Dan is het ineens 3 uur en dat betekent dus 1 uur minder nachtrust. De zomertijd duurt tot eind september. En het weer tot slot. Vannacht en morgenochtend is er tamelijk veel bewolking waar mogelijk wat regen uitvalt. Later op de dag komt de zon erdoor. In het Waddengebied wordt het 11 tot 12 graden. In het binnenland kan het wel 16 graden worden. Dit was het laatste journaal van vandaag. Goedenacht. Goedenavond, welkom bij de AVRO op Nederland 2. Het is laat, maar u heeft...